Vandaag zit ik op de 8-jarige Dion Johnson DVB. Het is een ruim van Johnson Malferro. En vandaag gaan wij wat oefeningen laten zien voor het verbeteren van de aanleuning. De stille aanleuning wordt gevraagd in alle dressuurklassen. Het is eigenlijk het resultaat van een paard wat fijn in evenwicht loopt. En daarbij is het belangrijk dat je het juiste tempo en daarbij de juiste activiteit hebt. En daarbij komt ook een stukje ruitenfeeling om de hoek kijken. Voor het verkrijgen van een stille aanleuning is het belangrijk dat je losse armen hebt. Af en toe kun je om te controleren je armen even los schudden. We zien hier een stille, maar strakke hand. Halverwege wordt het goed, gaat de hand mee met de beweging van het paard. Door het rijden van schakelingen bevorder je de gedragenheid. Hoe meer het paard zich draagt, hoe stiller hij zijn hoofd kan houden. Belangrijk bij deze schakelingen is dat het paard steeds in hetzelfde silhouet blijft. Een belangrijke oefening ter bevordering van de gedragenheid is de arbeidspirouette. Doordat het paard meer last opneemt op de achterhand, wordt hij lichter in de voorhand. Zorg tijdens het rijden van de arbeidspirouette voor het behoud van de galopsprong. Je kunt wel variëren in de grootte van de sprong en de pirouette. Hierdoor ontstaat meer controle. Voor een stille aanleuning is een goede dosering van de hulpen heel belangrijk. Hier houdt de ruiter de binnenhand veel te strak, waardoor het paard te kort in de hals wordt en zich overbuigt. Controleer steeds of de oren van je paard op gelijke hoogte zijn. Als mooie oefening om te controleren of je aanleuning goed is, kun je uber strijgen. Hierbij breng je je hand gedurende 3 à 4 passen naar voren en moet je paard in dezelfde houding blijven lopen. Een stille aanleuning is het resultaat van een goede training. Je hebt het paard fijn op 2 teugels. Er is altijd een verbinding van je hand naar de mond en het paard is licht in de hand.